je daar op de achterbank ook een doosje zitten? Ik zal gewoon een keer zien. Is dat uw brooddoos? Ja, die brooddoos. Ja. Kijk eens dat het erop staat. Is dat klaar voor thuis? Ja, maar dat is voor Google. Jij bent een thuis van, hè. Is dat? Ja, want op nieuws moet je verzenden ook altijd. Ja, we maken zo'n DJI thuis. Ah, ja. En wat moeten we doen hier? Ja, we gaan een spelletje. Ik heb nog nooit spelen. Er ligt ook een zakje met een, in de vorm van een hartje. Ziet u dat liggen ergens? Oh. Ja, zeer. Oh, dat was zeer mannelijk. Okay. Zeer mannelijk. Ja. Je moet eens kijken wat erin zit. Ja, toch niks levend dat eruit komt. Ja, dat is eigenlijk, ik ga het nu eerst doodstappen. Eigenlijk zit er zo'n gigantische spin in van in Argentinië. Ik ben er gewoon daar net in gaan halen. Ah, zalig. Dat is echt zo jeugdsentiment. Hoort er elk eentje rond je nek doen? Zeer gasten verwachten. Of rond je narren? Nee, oké. Maar ja, geef er maar één. Ik ga niet meespelen terwijl ik aan het rijden ben, want ik ga wel moeilijk. Een roze pul, een roze chicos en nu ga ik een armband, snoeparmband aandoen. Sorry. Dat is mijn meest snelle moment. Ik ga wel als je wil luisteren, ik heb al gezien in de mol dat jij heel goed kunt lopen. Dus, allee, ja, ik bedoel, we kunnen even opzetten. Het is toch wel fijn, misschien dat ik over 2 kilometer iets anders. Doe nog eens een chacoche. Wacht even. In het dusje zitten papiertjes en jullie mogen om de beurt eentje trekken. En dan gaan we een spelletje ik heb nog nooit doen. Dus een vraag lezen. En als je het wel hebt gedaan, ja, dan moet je een snoepje eten. Oké, kom het. Wie begint er? Hier, is er helemaal. Ja, hier is het. Wat is het? Ik heb nog nooit de goedheid van mijn mama gebruikt, misbruikt om een spel te saboteren. Ja, kijk, ik denk dat dat als ik nu geen snoepje eet, dan eet ik waar. Ik denk dat ik hier zou ik bijna heel de snoepjes in moeten doen. Het schijnt dat jij niet meer binnen mocht bij je mama. Ja, mijn mama had een bericht gestuurd. Wat ik moet zeggen, was dat bij op de receptie van de finale daar in Kripolis. Uh-huh. En mijn mama blijkbaar had tegen mijn papa gezegd van ja, ik moet je even niet zien, dat is even een vreemde voor mij. Ja, zo... Nee. Zo ja, van, een beetje gedegoteerd of zo, ik weet het niet goed. En, maar ze heeft dan wel een, ze heeft dan een bericht gestuurd en dat ik daarna zei, na lang paraat heb ik toch beslist dat je toch nog niet... Ja, na lang paraat. Ja, ik heb je mama daar toen gezien en uw papa ook en die had een zoon. Die gezicht dat stond zo op verbazing. Ja, maar en op, die zijn nu al nu heel trots wel. Ze zijn al echt heel trots. Maar gewoon, ja, mijn mama... En pas op, ik heb tegen mijn mama nooit gezegd van ja... Mijn mama wist dat ik in de finale zat, dus de kans was 1 op 3. Maar die heeft daar gewoon nooit rekening mee gehouden dat dat kon. En die, ja, ik heb dat wel af en toe zo een beetje mijn kandidatentactiek qua uit de doeken gedaan. Dus dan, ja. Maar mijn mama was er rots van overtuigd blijf dat liegen, ik... Blijf. En wie dacht je mama dan dat het was? Mijn mama dacht dat Hanne was. Ze zei, Kat, die wint. Hanne... dat is echt grappig. Is de mol en ik ben verloren. Zeg, mag ik ook gewoon die snoepjes eten als ik... Ja. Ik heb nog nooit naar een programma van Gilles de Koster gekeken buiten de mol. Neem dit een programma van Gilles de Koster buiten de mol. Wij eten geen snoepjes. Oh mijn god, Gilles dit ziet. Oh nee. Ja, maar dat is niet waar. Ik heb sowieso al wel... Ja? Ja, maar dat is de mensen zo wel, hè? Ik heb Karel in de Koster, ik heb dat wel... Zo, ik heb dat nooit volledig gezien, maar ik heb dat wel een keer zo... Het heeft opgestaan. Het heeft opgestaan. Dus dat telt. Ja, okay. Wij eten wel. Oké, dan stop je voor Jill. Dat telt. En de kruidfabriek? Ah ja, de kruidfabriek. Heb ik nooit gezien. Heb jij de kruidfabriek gezien? Nee. Ja, dat mijn mama zei. Oh my god. Oh, met de Gilles de Koster mogen we nog naar huis. Dat heeft uw mama gezegd. Ja, die is daar wel. Allee, als een boel die... Een intelligente, knappe man. Zegt ze. Een ideale schoonzoon voor uw mama. Ik heb nog nooit erotische dromen gehad over een deelnemer van de mol. Nu gaat het uitkomen. Ja. Een deelnemer. Oh my! Dat is weer beter genoeg. Too much information. Nee. Ja, Isa, geen deelnemer dus. Ik heb nog geen deelnemer. Iemand van de productie? Nee. Nee. Nee, ik moet ook niet weten. Ik heb nog nooit Gilles de Koster zonder kleren gezien. Nee, ik zou niet als je weten wanneer dat zou gebeuren. Als je daar altijd op ziet, ik heb die zelfs nog nooit in een bloot bovenlijf gezien. Nee, ik heb die volgens mij zelfs nooit
Maar ah, misschien was dat dan in mijn droom. Nee. Nee, ja, maar ik zie een keer niet. Nee, ik heb dat nooit gezien. En heeft hij nooit met jullie gezwommen? Ik heb die zelfs nooit. Nee, ik heb die zelfs nooit in zwembroek gezien. Nee, dan nee. Denk het niet. Je had gewoon altijd zijn jeans hemdje aan. Ik denk dat ik het mij anders wel zou herinneren. Is dat echt een boom voor Gilles de Koster? Nee, dat is niet waar. Hier kwam ik lopen omdat ik voor een marathon getraind heb. Dan ben ik hier. Echt? Heb jij een marathon gelopen? Ja, drie jaar geleden. 2,5 jaar geleden. Amai. En... ja, ene keer en nooit niet meer. Ja, ik heb ook een marathon gelopen op de Zuidvlakte. Ja, ja. Alleen de eerste aflevering. De eerste aflevering. Op de Zuidvlakte. Maar ja, dat komt wel niet zo over alsof ik hier keiveel gelopen heb. Ik was wel de enige, want al de rest, ja, Gilles natuurlijk hem er goed van afgemaakt. Als eerste mogen gaan zitten op zijn stoelen en de proef laten mislukken. Ja, hoe zit dat met die tranen? Kunt je het nog, Gilles? Oh nee, ik ben vrij dat je dat bezig ja? Kunt je gelijk een wedstrijdje doen nee, tegen kan dat niet. Nee, kan dat niet. Oei, wacht, maar ik moet mij daar echt op kunnen focussen dan. Oh, gewoon een wedstrijdje tegen elkaar, ondersnel een traan. Ja, dat is iets nog. Kan dat niet. Wacht, ik ga weer. Ik ga gapen. Nee, ik ga... Oh nee, kijk eens, jij is serieus bezig weer, hè. Nee, dat gaat niet lukken. Die mag geen afleiding hebben. Nee, dat gaat nooit niet lukken. Nu. Wacht, echt te weinig afleiding. Maar het is ook vrijdagavond, we gaan nu niet wenen, hè. Kom. Zet je al bekomen, eigenlijk, van uw molle ding. Allee, je dat nog altijd niet beseft. Dat besef is er nog altijd niet dat ik de mol geweest ben. Echt? Ja, en ik had gedacht... We hebben het nog allemaal gezien op TV, ja, ik had gedacht, één keer dat die afleveringen beginnen, dan gaat dat besef er wel zwaar komen. Maar dat is niet. Dat is echt nog altijd zo, ja. Dat besef is er zo nog. En hoort je dan nu zo, ik vraag me dat op straat echt zo aangesproken als, oh my god, je bent zo'n leugenaar. Je hebt iedereen zo een beetje belogen. Nee, eerder van, oh my god, wat een sexy vrouw. Nee, ja, maar... iedereen had zoveel spijt. Maar we zijn ook nog een keer uit geweest in Leuven ja. En dan zijn we naar de Boel gegaan. Ja, ken je dat, de Boel? Nee. Dat is vroeger mijn stamcafé, toen ja, ik in Leuven zat. En ja, daar was dat natuurlijk... constant selfies en... We zijn er eigenlijk toe moeten vluchten. Sterren. Echt? Dat is de enige keer dat ik dat heb meegemaakt, maar dat ik... Dan zijn wij er eigenlijk... erbij was, hè, Gilles. Ja, voilà. Dat is aan gelegen. Nee, maar ja, je wordt wel veel aangesproken en mensen willen veel foto's en... Soms ook handtekeningen. Dan denk je, het is 2016, wat is de foto? Ik heb wel een zwart gat, hè, nu, moment. Ik heb dat wel eerlijk toe... Allee, ik heb ook dat 6 maanden lang... Zo, dat constant in je kop gespeeld en dan vertrekt, dan gaat op reis en dan dan is dat kei tof. Dan komt het terug, is dat de periode, vond ik het moeilijkste, de periode tussen de terugkomst van reis en de start van de aflevering op televisie. Dat is 2 maanden waarbij dat je niks mocht zeggen, je mocht zelfs niet zeggen dat je hebt deelgenomen, dus je kunt zelfs niet zeggen dat je zo'n soort ervaring hebt meegemaakt. Voor mij was het moeilijkste toen ik terug was en de rest was daar nog. Ah ja. Dan was ik zo, ah, die fuckers zitten daar nog en ik zit al te... Kom, je kunt bijna niet zeggen hoe dat is om mee te doen met de mol. Nee. Als je daar niet in hebt gezeten. En het overheersend gevoel is bij mij gewoon dankbaarheid. Bij mij ook. Ik ook. Dankbaarheid en trots. Ja. Je mocht er fier op zijn. Ja. Zeg, jullie zijn goede vriendjes geworden, hè? Ja, we horen elkaar toch al... meerdere keer per week en dan bellen en dan denk dat we elkaar nu al bijna elke week gezien hebben sinds we elkaar terug gezien. Ja, amai. We hebben dus heel de periode dat de afleveringen uitgezonden werden, mochten wij geen contact hebben met elkaar. Oh. Dus we hebben elkaar ook allemaal sinds november niet meer gezien. En dan nu is dat contact wel terug goed en dan zien we iedereen. We hebben zo nu een WhatsApp-groep, de Mollematen. De Mollematen. Ja. De Mollematen. En er wordt heel veel in gepost. Heel veel in gepost op Facebook. En zit Gilles de Koster daar ook bij? Nee, maar we hebben ook nog molfeestjes. En daar in die groep zit Gilles de Koster. Ah ja, en dan de feestjes komt er. Ja. Nu gaat het uitkomen. Een deelnemer. Oh my god! Oh my god! Dat ben je beter genoeg. Too much information. Ja, is dat geen deelnemer dus? Ik heb nog geen deelnemer. Iemand van de productie? Nee. Nee. Nee, ik moet ook niet. Ik heb nog nooit Gilles de Koster zonder kleren gezien.
Nee. Ik zou niet als ze weten wanneer dat zou gebeuren. Had je daar altijd op zien zijn? Ik heb die zelfs nog nooit in een bloot bovenlijf gezien. Nee, ik heb die volgens mij zelfs nooit... Was dat dan in mijn droom? Nee, ja, maar ik zie een keer niet... Nee, ik heb dat nooit gezien. En heeft hij nooit met jullie gezwommen? Ik heb die zelfs nooit... Nee, ik heb die zelfs nooit in zwembroek gezien. Nee, dan... Nee. Denk het niet. En dat gewoon altijd zijn jeans, hemdje en... Ik denk dat ik het mij anders wel zou herinneren. Is dat echt een boom voor Gilles de Koster? Nee, dat is niet waar. Hier kwam ik lopen omdat ik voor een marathon getraind heb. Dan kwam ik hier. Echt? Heb jij een marathon gelopen? Ja, drie jaar geleden. 2,5 jaar geleden. Amai. En... Ja, ene keer en nooit meer. Zeg. Ja, ik heb ook een marathon gelopen op de Zuidvlakte. Ja, ja. Alleen de eerste aflevering. De eerste aflevering. Op de Zuidvlakte, maar ja, dat komt wel niet zo over. Alsof ik... Biertjes, ja. Jullie mogen om de beurt eentje trekken. En dan gaan we een spelletje Ik heb nog nooit doen. Dus maar vraag eentje, lezen. En als je het wel hebt gedaan, ja, dan moet je een snoepje eten. Oké, ik hoop het. Wie begint er? Hier, is er helemaal geen. Ja, hier is het. Wat is het? Ik heb nog nooit de goedheid van mijn mama gebruikt, misbruikt om een spel te saboteren. Ja, kijk, ik denk dat als ik nu geen snoepje eet, dan eet het nog waar. Ik denk dat ik hier zou ik bijna heel de snoepjes zien van mezelf. Het schijnt dat jij niet meer binnen mocht bij je mama. Ja, mijn mama had een bericht gestuurd. Wat ik moet zeggen, was dat bij op de receptie van de finale daar in Kripolis. Uh-huh. En mijn mama blijkbaar tegen mijn papa gezegd van ja, ik moet die even niet zien, dat is even een vreemde voor mij. Ja, zo... Nee. Zo ja, van, een beetje gedegoteerd of zo, ik weet het niet goed. En, maar ze heeft dan wel een, ze heeft dan een bericht gestuurd en dat ik daarna zei, na lang paraat heb ik toch beslist dat je toch nog niet... Ja, na lang paraat. Ja, ik heb je mama daar toen gezien en je papa ook en die had een zoon. Die een gezicht dat stond zo op verbazing. Ja, en op, die zijn nu al nu heel trots wel. Die zijn al echt heel trots. Maar gewoon, ja, mijn mama... En pas op, ik heb tegen mijn mama nooit gezegd van ja... Mijn mama wist dat ik in de finale zat, dus de kans was 1 op 3. Maar die heeft daar gewoon nooit rekening mee gehouden dat dat kon. En die, ja, ik heb dat wel af en toe zo een beetje mijn kandidatentactiek qua uit de doeken gedaan. Die zijn, ja. Maar mijn mama was rots. Ik heb daar op de achterbank ook een doosje zitten. Zullen we gewoon een keer zien? Is dat uw blootdoos? Ja, die blootdoos. Ja. Kijk eens wat dat erop staat. Is dat klaar voor thuis? Ja, maar dat is voor een maar ik zender. Ja, ik ben een thuis van. Is dat? Ah, ja, want op nieuws moet je verzenden ook altijd. Ja, we maken zo'n DJI thuis. Ah, ja. En wat moeten we doen hier? Ja, we gaan een spelletje. Ik heb nog nooit spelen. Er ligt ook een zakje met een, in de vorm van een hartje. Ziet hier dat liggen ergens? Oh. Ja, zeer. Oh, dat was zeer mannelijk. Okay. Zeer mannelijk. Ja. Moet je eens kijken wat erin zit. Toch niks levend dat eruit komt. Ja, dat is eigenlijk nu eerst doodstappen. Eigenlijk zit er zo'n gigantische spin in van in Argentinië. Ik ben er gewoon daar meteen gaan halen. Ah, zalig. Dat is echt zo jeugdcentrumus. Gooit er elk eentje rond uw nek toe? Zeker, gasten verwachten. Rond uw nek? Of rond uw arm? Nee, ook okay. Of niet? Maar ja, geef er maar één. Ik ga niet meespelen terwijl ik aan het rijden ben, want ik ga wel moeilijk. Een roze pul, een roze chico's en nu ga ik een armband, een snoeparmband aandoen. Sorry. Dat is mijn meest knallige moment. Als je wilt uitstappen, ik heb al gezien in Omol dat jij heel goed kunt lopen. Dus allee, ik bedoel, ah, ja, nee, we kunnen nu even afzetten. Het is toch wel fijn, misschien denk ik over 2 kilometer iets anders. Doe nog eens een chakos. Wacht even. In het dosje zit papa. Blijven liggen. En wie dacht uw mama dan dat het was? Mijn mama dacht dat Hanne was. Ze zei, Kat, die wint. Hanne... dat is echt grappig. Is de mol en ik ben verloren. Zeg, mag ik ook gewoon die snoepjes eten als ik... Ja. Ik heb nog nooit naar een programma van Gilles de Koster gekeken buiten de mol. Noem dit een programma van Gilles de Koster buiten de mol. Wij eten geen snoepjes. Ja. Oh mijn god, als je dit ziet. Oh nee. Ja, maar dat is niet waar. Ik heb sowieso al wel... Ja? Ja, maar als ik heb wel, mensen ik, zo wel, ik heb Karel in de Koster, ik heb dat wel zo... Ik heb dat nooit volledig gezien, maar ik heb dat wel een keer zo... Het heeft opgestaan. Het heeft opgestaan. Dus ja. Dat telt. Ja, okay. Wij eten wel. Oké, dan stop je voor Jill. Dat telt. En de kruidfabriek? Ah ja, heb de kruidfabriek. Nooit gezien. Ja, nooit gezien. Gijs, hè? Heb jij de kruidfabriek gezien? Nee.
Ja, wat mijn mama zei. Oh my god. Oh, met de Gilles de Koster mogen er nog naar huis. Dat heeft uw mama gezegd. Ja, die is daar wel. Allee, als ze toch wel een intelligente, knappe man. Een ideale schoonzoon voor je mama. Ik heb nog nooit erotische dromen gehad over een deelnemer van de mol. Ik heb daar keiveel lopen heb. Ik was wel de enige, want al de rest, ja, Gilles natuurlijk hem er goed van afgemaakt. Als eerste mogen gaan zitten op zijn stoelen en de proef laten mislukken. Ja, hoe zit dat met die tranen? Kunt je het nog, Gilles? Oh nee, ga je mij vragen dat je dat binnen ja? de rest gekomen. Kun je geen wedstrijdje doen nee, tegen kan elkaar? Nee, kan dat niet. Oei, wacht, maar ik moet mij daar echt al op kunnen focussen dan. Oh, gewoon een wedstrijdje tegen elkaar, om te snel een traan. Ja, dat is ze nog. Kan dat niet. Wacht, ik ga weer. Ik ga gapen. Nee, ik ga... Oh nee, kijk eens, jij serieus bezig weer, hè. Nee, 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 dat gaat er niet lukken. Die mag geen afleiding hebben. Nee, dat gaat nooit niet lukken. Ik wacht echt weinig afleiding. Maar het is ook vrijdagavond, we gaan nu niet wenen, hè. Kom. Zet wel bekomen, eigenlijk van u molle ding. Allee, je dat nog altijd niet besef? Dat besef is er nog altijd niet dat ik de mol geweest ben. Echt? Ja, en ik had gedacht... We hebben het nog allemaal gezien op tv, hè. Ja, ik had gedacht, één keer dat die afleveringen beginnen, dan gaat dat besef er wel zwaar komen. Aha. Maar dat is niet. Dat is echt nog altijd zo, ja. Dat besef is er zo nog. En hoort je dan nu zo, ik vraag me dat af, op straat echt zo aangesproken als, oh my god, je bent zo'n leugenaar. Je hebt iedereen zo een beetje belogen. Nee, eerder van, oh my god, wat een sexy vrouw. Nee, ja, maar... iedereen had zoveel spijt. Maar we zijn ook nog een keer uit geweest in Leuven. Ja. En dan zijn we naar Den Boel gegaan. Ja, ken je dat Den Boel? Nee. Dat is vroeger mijn stamcafé. Nee.